Nog elke dag komt hij naar werk, à la Diego D'Ambrosio het knippen tegenwoordig vooral aan anderen over. May I ask how old you are? Oh, 29. Ruim 50 jaar geleden opende Diego zijn kapperszaak. Hij heeft presidenten zien komen en gaan. Everybody, you see the photo you've been on my chair. Republic, Democratic, Fascist, no Fascist. Clinton, Bush, Obama, het is een indrukwekkend klantenbestand. Of het nou Republikeinen of Democraten zijn, bij Diego kun je altijd terecht voor een knipbeurt. En hij is minstens net zo'n fenomeen als de mensen die hij knipt. De erkenning begint al op de straat, die naar Diego is vernoemd. This hair salon is an institution in DC, you know? I mean, it was pretty cool, kind of intimidating. I was like wondering who else might be in here. Of hij ooit aan Trumps haar heeft gewerkt, wil Diego niet zeggen. Binnenkort wil hij zich buigen over een nieuwe presidentiële coup. What do you think of Joe Biden's haircut, the new president? Well, I think he looks good. En zoals een ware kapper betaamt, houdt hij de staatsgeheimen en andere roddels voor zichzelf. Are you a lot of things, but that's a keeper with Diego. Ruben Leter, RTL Nieuws, Washington DC.